De leefgewoonten, tradities, cultuur en andere belangrijke elementen van de trio-stammen zijn vastgelegd in het Tareno-plan, het zogenaamde lifeplan van de trio. Dit beleidsplan, dat een periode van een jaar beslaat ter verbetering en ontwikkeling van Kwamelasemutu, is vandaag door Gramanjemi Turumang overhandigd aan diverse ministers en hoogwaardigheidsbekleders. Het plan kwam tot stand door inspanningen van het Amazone Conservation Team Suriname, ACTS. President Santokki is de eerste persoon die het lifeplan van de inheemse stammen heeft ontvangen. Ook andere regeringsvertegenwoordigers mochten een exemplaar in ontvangst nemen. Janice Wongso-Rijo, vertegenwoordiger van de multidisciplinaire werkgroep, die heeft gewerkt aan de totstandkoming van het plan, noemt het moment een heugelijk feit. Er is heel veel werk en inzet vooraf gegaan van zowel deze mensen als vanuit de organisatie ACT, als vanuit wij van de werkgroep die ook onze schouders eronder heeft gezet. Het is belangrijk zo'n lifeplan dat die geschreven is, zoals de Gramang Turumang in zijn presentatie aangaf. Zijn voorgangers die hebben al hun ideeën en hun plannen, maar het is nog niet geschreven. Dus nu is het een formeel document dat vandaag is overhandigd aan de president van Suriname. En dat schrijven is een proces geweest, dat beleidsdocument dat tot stand is gekomen, is een heel proces geweest. En daarin zit dus visie van de gemeenschappen. Ze weten precies wat ze allemaal willen en hoe ze dat verwoord hebben, hebben wij dus dat allemaal in een heel proces gehad. De werkgroep begon in mei 2022 met het vaststellen van het plan in samenwerking met de ex en de lokale gemeenschappen. Er zijn dus bij de voorgangers, bij de overige twee Gramangs die genoemd zijn, is er reeds plannen, zeg maar, van hun zijde uit, is er dan informatie vergaard. ACTS heeft ook haar voorwerk en haar werk gedaan. En voor ons als multidisciplinaire werkgroep, het zijn niet gewoon, zeg maar, mensen, maar het is expertise vanuit de verschillende disciplines, vanuit verschillende vakgebieden, die allemaal hun kennis en ervaringen. Er zijn ook heel veel leden van de werkgroep van verschillende instituten en stichtingen die ook al in het binnenland en het verre gebied van Suriname werkzaam zijn. Dus die connectie, de relatie met die leefgemeenschappen is er dus al. Wongso-Rijo merkt op dat het de werkgroep in het bijzonder is opgevallen dat de burgers van Zuid-Suriname in de trio-dorpen beter onderwijs behoeven. Het moet niet stoppen bij het lager onderwijs, anders kan de ontwikkeling in het gebied niet verder gestalte krijgen.